De studio is overgenomen. Ja. Wat doe je naast mij, Niels? Ja, ik ben weggestuurd van mijn plek. Waarom? Ja, wie is je plek? Ik heb een wisseltruc gedaan. Ja. Dames en heren, de studio is overgenomen door de collega's van de ochtendshow. Ja. Het zijn Benny Spijkerman en Jeffrey Veld. Een hele goede morgen. Goedemiddag. Vind je het goed als wij wat vragen stellen? Of, Eigenlijk niet, maar nee. Je wordt er ook voor betaald. Doe maar. Jullie hebben jezelf iets op de hals gehaald. Ik liep net hier de hal in, toen zaten jullie daar al. Nou, en toen zag ik twee chagrijnige mannen voor mijn gevoel. Dat weet ik niet waar jij hebt gekeken. Maar de gasten van de vorige, waar die zaten die er dan? Wij zaten er niet, hoor. Nee, maar, misschien van de redactie. Dat zijn altijd van die chagrijnigheid. Maar bij jullie is geen enkele chagrijnigheid te bespeuren? Nee. Waarom? Nou, waarom? Ja, de handjes trillen wel. Het is alleen dat. Het zweet breekt ons alleen uit, zo'n vroeg vanaf 7 uur. En we trillen een beetje meer. Ja. Voor mensen die denken, waar gaat dit over? Zijn ze eindelijk aan het sporten gegaan? Wij doen al jaren lang. Ik loop elke morgen. En gewichtsheffen. Gewichtheffen? Tuurlijk. Met één handje. Ja. Nederlands kampioenschap armliften. Ja. Links en rechts. Jongen, wat is dat moeilijk? Oktober is begonnen, dus dan zijn er een aantal mensen in Nederland die denken, laat ik er eens eindelijk mee stoppen. Genoeg is genoeg. Oh, mag dat? Oh, dat is met andere dingen ook, hè? Ja, nee. Oh, wacht even. Hier worden stiekem politieke voorkeuren. Nee, maak jij er weer van. Nou. Maar genoeg is genoeg. De laatste sigaret is voor jullie beiden uitgedrukt. Ja, en? Ja, en? Ik hoor trillende handjes. Ja, trillende. Ja? Dat. Waar begin je aan, Jeffrey? Geen idee. Kijk, ik ben heel eerlijk. Benny die is ooit een keer 14 jaar lang gestopt geweest. Ik nog nooit. Ik heb 41 jaar gerookt. Letterlijk en figuurlijk. Dat is een ketter. En ik weet niet waar ik aan begin. Maar waarom doe je het dan? Waarom niet? En dan ben ik serieus. Ja, waarom niet? Luister, ik ben heel simpel. We doen het niet voor de gezondheid. Voor de views? Ja, ook niet. We doen het niet voor het geld. Gewoon omdat wij wat nieuws wouden. Met de ochtendshow. Maar dat betekent dat jullie na oktober ook gewoon weer beginnen? Dat zou zomaar kunnen. Dat weten we niet. Dat zou zomaar kunnen. Het is gewoon een experiment. Dat weet je niet. Dus, dat eruit rolt dat je wel blijft stoppen. Of dat je zegt 1 december als die zwarte piet komt. 1 december, hallo. November. Sorry. Nee, we gaan meteen de maand verlengen. Dat gaan we niet doen. Ik weet het niet. Ik ga het zien. Maar jij bent eerder gestopt geweest, 14 jaar lang? Ja. En toen... 2000. Toen was het gewoon, daarna was het 2000, klaar. 2000, Daddy B. Oké, dat was de reden dat je weer... Toen zat ik ook zo, maar dan anders. Ja, dat snap ik. En toen was de sigaret weer snel gevonden. Ik woonde 150 meter hemelsbreed vanaf. Maar wat is dan op zo'n moment voor jou, 2013 mei, weet het allemaal. Wat is dan dat maakt dat je op dat moment die sigaret hebt gegrepen? Ik zat op het balkon in Spanje. Potje bier erbij. En ik begon steeds. En ik zeg, nu ga ik naar beneden. En nu ga ik. Maar toen was je 14 jaar lang gestopt. Ja. En dan is het toch nog ergens iets in jezelf. Het blijft toch zitten. Ja, maar wat loop is dat dan? Loop eens achter iemand. Jij roept niet, maar loop eens achter iemand. In de stad, of wat dan ook, die er net een trek neemt. Je moet in dat ding lullen, verstaan ze je thuis ook. Ja, dat is, als je vaker op de radio komt, heb je dat, weet je hoe dat werkt, toch? Dat hoop ik. Maar dan ruik je lullen. Ja, dan ben ik naar beneden gelopen en een pakje gehaald. En toen was het mis. Hoe is dat begonnen bij jullie eigenlijk? Je hoorde erbij. Hij is jonger, hè? Ik bedoel niet hoe jullie ochtendshow ooit begon. Nee, hoe wij op het idee zijn gekomen. Nou ja, heel simpel. Opa die was op vakantie. Hoe je begon met roken? Nee, maar dat bedoel ik. Hoe het begon? Hoe jij ooit begon met dit is voor jou 41 jaar geleden. Wanneer was dat? Jouw eerste sigaret? Dat hebben wij net gezegd, meneer. Dat was op de lagere school voor mij. Dan stiekem roken, onderaan de brug, op de Wesselerbrink. En dan een pakje halen bij de VEG. Die bestond toen nog. Ja, die haalde je niet, die jatten. Maar, en dan een pakje oproken. En dan hoorde je erbij, dat was stoer. Plus het feit, het werd ook een beetje aangespoord, hè. In de Tweede Kamer werd er gerookt. Ziekenhuizen werd er gerookt. Op verjaardagen. Feesten. Het stond gewoon klaar. De leraar in de klas. Alles, er werd gewoon gerookt. Ja, ik bedoel, wij zijn van een andere generatie dan. Ja.
Maar, ik heb wel eens vernomen dat er naast de borrelnootjes en de pretzels ook een bakje peuken stond. Ja, minimaal. Met filter voor de dames. Zowel menthol als gewoon. En zonder filter voor de heren. Voor de heren. En de dikke sigaren voor die oudere mannen. Daar hoort het er gewoon bij. De mannen zaten aan een grote tafel vooraan en de vrouwen zaten op de bankstel aan die kant. Ik viel toen alles nog toen mocht. Was het nog. Ja, ja. Maar waarom stopte jij ooit dan, Benny? Eerder een keer? Dus dat zal in 1986 zijn geweest. Ja, toen Ron net geboren werd. Ja, zomaar van ook. Omdat je kinderen kreeg? Nee, joh. Nee, maar overal ben je moeten stoppen natuurlijk. Want die kost een handvol geld, dan wil jij niet meer. Of ook niet meer gaan werken. Nee, maar ja, zomaar geloof ik eigenlijk niet. Je stopt er niet zomaar met roken. Zomaar. Ja, zomaar. Toen is... We zijn nou toch ook gewoon zomaar gestopt? Opa die was op vakantie. Ik zeg, opa, ik heb hem. Ik zeg, wat dacht je ervan? GM20 Radio, de presentator, stoppen met roken. Opa zegt, we hebben het toevallig er van de week over gehad. Doen we. En iets wat wij doen in de ochtend, zeggen in de ochtend, doen wij ook. En wat doe je dan verder? Wat, iedere ochtend even een update geven over hoe shaky je nog steeds bent? Of wat doe je ermee? Tenminste, luister eens mee. Elke ochtend. Ja. Ik weet, het is jou te vroeg, maar luister eens mee. Jongen, dit is toch tot 9 uur in zwart gat. Want er is hier niks. Je ziet nooit iets. Nou nemen ze de tijd. Ja, is, nee, joh. Deze nee, helemaal nee joh, niks, joh. Wacht wel even, joh. Is helemaal niks. Wij komen hier spinnaars wel, maar jullie komen morgens niet. Zal ik je ook nog eens verklappen? Altijd als ik hier aankom, dan hoor ik de stemmen wel, maar dan zie ik de mannen niet meer. Nee, dat bedoel ik maar. Het is nee, zo straks wat het overgenomen, dit programma, toch? Hadden we net Ja. Ik bedoel, Flip is net weg, maar hij vroeg al van, hebben jullie tijd? Nou ja, hangt er van de onderhandeling af. Muiten jullie nooit? Wat zeg je? Muiten jullie nooit? Dat je dan thuis denkt en dan je, ah, krijg nou verrek, doe stiekem eentje achter in de tuin. Nee? Nee, dat moet je niet doen. Als je stopt, dan stop je. Dat moet je niet doen. Heel simpel. Ik bedoel, dat vind ik gewoon, nee, dan niet doen. Heb je er verder nog contact over met elkaar? Dat je elkaar een beetje door de barre tijden heen helpt? Nee, alleen op de zender. Ga eens 3 uur lang per dag met hem om. Is meer als vanuit. Soms geen tabletten voor. Maar als je 's ochtends, stel je voor, ik kom uit Enschede en ik wil ook stoppen met roken. Kun je dan ook contact met het programma hebben om uiteindelijk tips te vragen? Tuurlijk, 053 431 0398. Ging je dat te snel? Ga naar 120.nl. Wees snel, 120.nl. Ga ik wel eens zoals ze dit vaker hebben gedaan. Ja, inderdaad, ja. Maar ja, voor wat jullie betreft is het gewoon van, ja, wie hebben het gewoon gedaan? Experimentje, we zien wel waar het schip strandt. En voor hetzelfde geld bevalt het. En voor hetzelfde geval blijven jullie ook zitten. Maar echt, er zijn mensen, rokers, die naar jullie luisteren en denken, dat kan niet waar zijn. Die zitten helemaal vast in dat roken. En jullie stoppen gewoon en denken, ja, maakt me niet uit of ik nou rook of niet. Maakt me niet uit, het is wel dit. Ja. Tuurlijk hebben wij ook angst voor iets. Als je vanochtend mee had geluisterd, de ochtendshow heeft ons nog nooit zo lang geduurd. Oh, ja. Ik bedoel, dan blijven gaan wij 4 keer in een uur gaan we naar buiten. Ja. Nu zaten knalt gewoon, die 3 platen achter elkaar in de gouden buurt. Maar nu niet. Het was gewoon, zwaar. Zitten blijven. En wil je dat allemaal volgen? Morgen vroeg om 7 uur. Kwart voor 7 de wekker zetten. Mag je nog heel snoezen? 7 uur. De vriendjes van je radio. Ik ga nog even een nachtje overslapen. Jeffrey Velten, Benny Spijkerman van de GM20 Radio in de ochtend. Veel sterkte, mannen. Dankjewel.